Deze kerncentrale is bijna 13 keer zo groot als de kerncentrale in Borselen. Bestaat dus uit 6 reactoren. 3 daarvan waren volgens mijn informatie in bedrijf. 3 lagen er stil. En bij die gevechten die hebben plaatsgevonden, zijn beschietingen geweest, is een trainingsgebouwtje wat bij de grote kerncentrales staand in brand gevlogen. Dat stelde uiteindelijk niet zoveel voor. Het is een klein bijgebouwtje. Ik vraag mezelf af of daar radioactieve stoffen in dat gebouwtje zitten. Het is denk ik vooral een trainingsgebouw waarin je leert hoe je de reactor moet bedienen. Dus ik vermoed dat daar helemaal geen radioactieve stoffen waren of een hele lichte mate. Dus daar was geen direct gevaar. Het gevaar zit hem echt bij de reactoren zelf. Bij de reactorgebouwen, met die opslagbestands. En dat daar zwaar geschut op komt of dat er een bom onbedoeld op zou vallen. Dat is de grote angst. Kerncentrales zijn niet ontworpen om in oorlogsgebied te functioneren. Er wordt ook over gewaarschuwd. Er is ook gevraagd, blijf ver weg met je oorlogshandelingen bij die centrales. Ja, dat doen de Russen dus duidelijk niet. Nou, ik heb begrepen dat de gevechtshandelingen daar nu zijn gestaakt. Dat de Russen nu het beheer hebben over de centrale. Dus op dit moment is er eigenlijk geen direct gevaar. Het hangt ervan af hoe de Russen met het personeel omgaat en wat het personeel doet. Kijk, ik neem niet aan dat het personeel het bijltje hebben neergegooid. Maar die mensen moeten wel stressvrij in hun rust kunnen werken, want anders gaan ze fouten maken. Dit is dus een ongewenste situatie. Mensen moeten kunnen rusten. Mensen moeten vrij kunnen nemen om weer fris aan het werk te kunnen gaan tot op zekere hoogte. En in oorlogssituaties kan dat wel eens stevig onder druk komen te staan.